Bij ons te gast vandaag CDV en Aïssa. Goedemiddag. Goedemiddag. CDV, heeft dat iets te maken met de CD&V? Dat voel je aankomen natuurlijk, die vraag. Hè? Ik wist het. Ik wist dat die vraag ging komen, op mij af ging komen. Dus, maar nee, ik moet het teleurstellen. CDV is een afkorting van mijn naam, dus heeft niks met de politieke partij te maken. Christophe De Vocht is dat zeker. Voilà. Oké, goed. Christophe, hoe ben je eigenlijk begonnen? We moeten wel ver terug in de tijd ingaan, want dat is volgend jaar al 30 jaar. Dus 1995 begonnen. Net zoals wij, hè? Ja. Als... En ook als jij, hè? Als radiomaker, hè? Radiomaker, ja? Natuurlijk. Hè? Inderdaad, 1995 op de lokale radio begonnen. Ja? Je leert dan mensen in het circuit kennen natuurlijk. Oh, je hebt een goede stem, zou dan een keer je lieken opnemen. Zo gaat van het een naar het ander, hè. En waar heb je overal gewerkt? Waar heb je de mensen overal kunnen beluisteren? De allereerste lokale radio waar ik ooit gewerkt heb was Radio Saventas. Ja? Het was de lokale radio van Zaventem, omstreken. Ja? En dan kort daarna was het Radio Tempo in Kampenhout. En dan naar Top Radio. Ja. U allen wel gekend. Ja, min of meer wel. Ja. Ik ben er ook wel eens kind aan huis geweest. Ja, ik ook. Fantastisch, collega. Voilà. Zeg... De overgang van radio-dj naar artiest, dat is wel wat, denk ik. Hoe is dat dan gegaan uiteindelijk? Oh, ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik dat altijd heb kunnen combineren. En de passie was toen eigenlijk wel de radio. Hè. Ja. Echt de focus leggen op de zangcarrière is dan eigenlijk wel veel later gekomen. Ik denk 99, 98, zoiets. Dat we dan echt zijn beginnen gaan optreden. Als ik zeg CDV, welke muziek hoort dat dan eigenlijk bij? Is dat dan de bonkenbonken van Top Radio of wat? Dus... Meestal ambiance, het ambiance-genre, dat is toch wel, ja. Oké, goed. Aïssa, bij jou is het begonnen met playback-shows. Ja, heel vroeger dan als klein kindje, ja. Zal ik zeggen. Ja, inderdaad, dat is er altijd al in geweest, playback-shows, ook soundmix daarna. En wie botste je dan na? Dat was vooral toch Madonna. Ja, toen als klein kindje. Maar dan ook de muziek Roxette. En dan van de Vlaamse muziek was dat nog Isabelle A. Met haar eerste nummertjes. Met Heel Lekker Beest. Heel Lekker Beest, ja. Okay. Je speelt ook pianomuziek hier staan? Ja, ondertussen wel al een paar jaar ermee gestopt. Maar dat blijft wel tintelen in de vingers. Dus dat heb ik dus ook gedaan. Een dwarsfluit heb ik gespeeld. Okay. En een zangkoor gezeten. Je bent muzikaal onderlegd. Ja, toch wel. Ben je dat ook, Christophe? Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ik kom ook uit een muzikale familie. Vader, broers, we spelen gitaar, piano. Dus. Hoe leerden jullie elkaar kennen? Dat is ook wel even geleden. Dat is ook wel even geleden, ja. Ik denk 2016, 2017, zoiets. Ja, met het uitkomen van mijn singles werd ik dan uitgenodigd op tekstradio voor een interview. Dus, voilà. En zo is het gegaan, zeg maar. Zo is het gegaan, ja. De tekstradio, een eigen radio die ook al bijna 25 jaar bestaat. In de actieve radio van Vlaanderen. Er komen ook heel veel artiesten op interview. En ik denk, daar hebben we elkaar leren kennen. En ook, weet je, zo achter de schermen van optredens en televisieopnames, daar komen we ook elkaar altijd regelmatig tegen. Vertel eens iets over jullie nieuwe single. Ja, Heel Lekker Beest is de naam, dus... Ik weet nog hoe je zei. We hebben er niet echt heel lekker beest van gemaakt, maar het is het nummer van Isabelle A, wat we eigenlijk in een heel ander jasje... Ik ging net zeggen, het is toch niet een doorslagje van? Ja. Het is niet een doorslagje van, het is toch iets anders dan toch, hoop ik. Het is helemaal anders. Ja, dat is waar. Maar eigenlijk is het begonnen dan, eigenlijk het eerste twitchen dat we opgenomen was, het staat in de Sterren geschreven in 2022. Ja. Werd goed onthaald door diverse media. En toen werd er al snel de vraag gesteld, wanneer komt er een vervolg? Een volgende. Op mijn nieuwe album staat dan eigenlijk, die we dan eind vorig jaar zijn op gaan nemen. Een slow versie van Ik weet nog hoe je zei. Ja. En Aïssa had dan eigenlijk het idee van om als single echt wel een uptempo versie te gaan uitbrengen. En dit is dan het resultaat natuurlijk. Oké, fantastisch. Ik weet nog hoe je zei, de nieuwe single van CDV en Aïssa. Bedankt om hier te zijn. Graag gedaan. Dank u. Duizend mensen op het strand. Ergens loop jij met een ander aan je hand. Wie had er ooit gedacht dat het tussen ons voorbij zou gaan? Dat jij me onverschillig zou laten staan. Wat doe ik met je fout? Ik weet.
weet nog hoe je zei.